Zwarte gaten kennen we, in alle vormen en maten. Dit is er één, en dit, en dit, en dit. Maar hoe ze er echt uitzien? Niemand die het weet. Tot nu. Want dit is de eerste echte foto van een zwart gat. En zo is die genomen. De aarde maakt onderdeel uit van ons zonnestelsel. Met de planeten en dus ook onze ster, de zon. En dat is weer onderdeel van ons melkwegstelsel. Met miljarden en miljarden sterren. En in het midden van het melkwegstelsel zit een superzwaar gat. Sagittarius A. Hoe we dat weten? Omdat we dat kunnen meten. De omgeving van het zwarte gat geeft namelijk radiostraling af. We zoomen nog iets verder uit, want naast ons melkwegstelsel zijn er meer. En nog meer. En nog veel meer andere sterrenstelsels. Een van die stelsels, nog veel groter en met nog meer sterren dan het onze, is Messier 87, oftewel M87. En ook dat heeft in het midden van al die sterren een enorm zwart gat. Hoe we dat weten? Omdat we dat konden meten. En dus nu ook echt hebben gezien. Kleinere zwarte gaten ontstaan als een zware ster aan het einde van zijn leven ontploft. Een supernova. In sommige gevallen stort de kern van zo'n ster in en vormt dan een zwart gat. Sommige zwarte gaten zijn juist superzwaar. Die van M87 wel 6,5 miljard keer de massa van onze zon. Hoe zulke grote zwarte gaten ontstaan, weten we niet precies. Duidelijk is wel dat niets, maar dan ook niets, kan ontsnappen uit een zwart gat. Zelfs licht niet. En als we erin konden kijken, zou de tijd er stilstaan. Het enige dat we van een zwart gat kunnen zien, is daarom alles wat vlak voor het verdwijnt heel snel om het gat heen draait en straling afgeeft. En die straling zien we als een rand, de zogenoemde waarnemingshorizon. En dat kunnen we weer meten. 8 radiotelescopen verspreid over de wereld hebben dat gedaan. In 2017 richtten ze zich een paar nachten precies tegelijk op hetzelfde gebied in sterrenstelsel M87. Het is erg ver weg. Het licht doet er wel 55 miljoen jaar over om de aarde te bereiken. De radiogolven van het gas en de materie die over de rand van de waarnemingshorizon in het zwarte gat verdwijnen, worden opgevangen door de telescopen op aarde. Ze vormen samen het netwerk dat de Event Horizon Telescoop heet. De telescopen verzamelen zoveel informatie dat het niet even via internet kan worden verstuurd, maar opgeslagen wordt op enorme harde schijven met petabytes aan informatie. Die worden in een supercomputer geladen en vervolgens maanden doorgerekend en geanalyseerd. Het team achter het project is op zoek naar ongeveer een miljoenste deel van al die data. En uit de enorme berg aan informatie die telescopen ontvingen, is nu dus voor het eerst een JPEG-je gemaakt.